Egbert, welke soorten glas zijn er? Nou, Saskia, als ik daarover moet gaan praten, dan praten we nog over een x-aantal soorten glas. En dan eigenlijk eerder nog over het samenstellen van enkele glas, dubbelglas. Bijvoorbeeld thermopane, dat kent iedereen als benaming. Maar de laatste jaren, de laatste 10 jaar denk ik, praten we over HR++. En dan hebben we nog HR++++ als variant. En dat laatste, zeg maar, is het glas waar ik... wat eigenlijk het ultieme resultaat mee moet gaan bereiken voor de toekomst. En dan had je over trippelglas eigenlijk. Dat is isolatieglas, hè? Dat is isolatieglas. Als je in de gedachtegoed van enkelglas, nou, dat is het eerste, zeg maar, wat eigenlijk voor de hand ligt om in de bestaande bouwen, want nergens anders zul je tegenkomen, en bij de monumenten, daar vind je nog enkelglas. Nou ja, daar kun je altijd overwegen nog om te kijken of je daar niet naar thermopane of naar dubbelglas zou kunnen gaan. Kijken om die te vervangen. Maar vaak bij monumenten heb je al het probleem dat dat niet gewoon niet toegestaan wordt en dat je dus met voorzetramen moet de boel moet gaan oplossen. En wat is het voordeel van isolatieglas? Nou, het voordeel van isolatieglas is eigenlijk niks aan de punten. Je moet denken aan je comfort, je moet denken aan je warmtewinst. Je kunt ook denken over wat verdien je ermee, zeg maar, in je gasverbruik? Dat zijn toch wel elementen die daar wel, vooral het laatste is een essentieel iets, zeg maar, om daar om over na te denken. Want je kan er aardig mee besparen. Precies, als je heel een simpel cijfertje, en dat is dan ook ongeveer het denken waar je om bedrag te kunnen noemen, dan praat je over, bij wijze van spreken, 10 vierkante meter. En daar zit een besparing in van €140. Per jaar aan verbruikskosten. Ten opzichte van? Van bijvoorbeeld de thermopane en sowieso, zeg maar, dik op het enkel glas. En de thermopane is gekomen in de jaren 70. En het HR+, het HR-glas eigenlijk, en het plus en het huidige plus, ja, dat heeft een besparing die in die orde van grootte sowieso uitgekomen. Dus het overwegen om, als je eens een keer een ruit kapot hebt, het thermopane te vervangen voor HR+, het levert geld op. En het is, want hij is al stuk, dus het geld verdienen, nou, dat ga je zeker in een paar jaar lukken. Dus, en HR staat voor hoger rendement? Ja, inderdaad, dat is correct. Wat houdt dat precies in? Nou, dat hoger rendement is eigenlijk een soort invulling van de twee bladen. Het binnenglas en de buitenkant van het glas. Dat wordt gevuld en thermopane werd nog met gewoon lucht gedaan. HR+ en HR++, dat wordt met edelgassen, zeg maar, gevuld. Nou, dat heeft eigenlijk ook nog een betere isolatiewaarde. En ook het samenstel, zeg maar, van het glas met zijn verbinding, die worden ook veel hoogwaardiger. Dus de geslotenheid en de winst die daar in de kwaliteit, zeg maar, van de lucht. Nou, dat zijn de optimums voor het HR++ eigenlijk. Het cijfertje wat daar gekoppeld is, dat is als je dat zou moeten waarderen van enkel glas naar thermopane en naar het huidige HR++. Nou, dat gaat echt in cijfertjes van 1,6 naar 1,0. En dat, als je dat uit wil drukken in isolatiewaardes, nou, dan praat je over een RC-waarde van 0,26 naar een RC van 1,13. Dus daar zit ongeveer 400-500% aan warmtewinst en aan isolatiewaarde in. En als ik hier naar dit huis kijk, en dat is gebouwd in de jaren 70 bijvoorbeeld, nou, dat was de RC-waarde die toen de tijd gold, was 0,26. En als we hier zien wat wij hier hebben met HR++, dan hebben we een minimaal RC-waarde van 1,13 of 1,5 bij wijze van spreken. Dus hier zit een isolatieverbetering in van zeker 400%. Dus dat betekent ook beter geïsoleerd. Dus we zitten hier bij een warm plekje, een comfortabele plek. En waarvan eigenlijk de oppervlaktetemperatuur gegarandeerd de woonkamertemperatuur gaat krijgen. Als je naar enkel glas of thermopane gaat zitten kijken, nou, dan praat je over, hou je hand er maar vlakbij. Dan ga je merken dat je een woonkamertemperatuur van 20, 21 graden hebt, vlakbij het glas. Rond de 13 graden zal zijn, misschien nog wel minder. En dan moet je al opletten dat er geen condensvorming gaat komen. Want die condensie gaat bij 12 graden komen. En dan ga je
op je, de koude val is daarin te groot en dan gaat je vochtigheid van je woning, van je kamer en je ruimte, die gaat echt op je glas beslaan. Ja, dus met deze nieuwe pui en dat HR++ glas dat erin zit, dat gaat me veel comfort opleveren. Ja, absoluut. Maar eigenlijk ga ik daar ook een boel energie mee besparen. Ja, je gaat daarmee besparen eigenlijk. En voor jou is dat misschien de eerste stap, maar het huis heeft nog wel meer ramen, zeg maar, in kozijnen waar je deze grap uit kunt halen. En ja, zeker zit daar de grote winsten. Vooral omdat het glas eigenlijk altijd in elke nieuwbouwwoning nog steeds het grote vliesoppervlak is. En met hoogwaardige isolatie van glas, en dan met HR++ en de trippelglas, probeer je in ieder geval de isolatiewaarde van je muren, zeg maar, te gaan benaderen. Dus daar, hè, dan probeer je ook, zeg maar, de hoogwaardigheid van je woning, zeg maar, ja, te optimaliseren. Dus dat is ook eigenlijk zeker een advies aan de mensen om zich daar goed over te oriënteren als ze of gaan nieuwbouwen of gaan renoveren. Want daar is eigenlijk veel onbekendheid over. Nou, ik denk het wel, ja. Ik vraag maar aan de doorsnee. Ja, ik heb dubbel glas. Ja, thermopane is het eerste wat ze nog kennen uit de jeugd, wijze van spreken. Maar de wat ouderen, die komen niet veel verder. Ja. Het standaard in de woningbouw is gewoon op dit moment gewoon HR++. Ja, ja. En, maar goed, dat kan dus in renovatiesituaties kun je dat ook prima toepassen. Ja, zeker. En dat zijn de eerste posten waar je aan gaat denken eigenlijk om daar een invulling op te geven. Okay. En dat is de combinatie met het kozijn. Het kozijn heeft ook natuurlijk een vlies. En nou ja, daarin zitten de kleine winsten, of de kleine winsten, de grote winsten gewoon. Het luchtdicht bouwen en het aansluiten van het glas, het beglazingssysteem. Nou ja, dat gaat zo meteen allemaal belangrijk helpen in het verbeteren van je comfort en je gemak en je stookkosten eigenlijk.